Hey, welkom bij de eerste vlog van het Tractoraat Media Wijsheid. Maar deze gaat eigenlijk over waar iedereen tegenaan loopt en mee te maken heeft. Het maken van een nieuw wachtwoord. Waar moet een wachtwoord aan voldoen? Hoe maak je een sterk wachtwoord? En hoe kom je eigenlijk, maak je een beetje wegwijs in het oerwoud van wachtwoorden? Want het is niet te doen wat al die bedrijven vragen. Hè? Voor elke website een ander wachtwoord. Ik zou wel niet weten hoe ik die allemaal moet onthouden. Nou, er zijn een paar handige trucs voor, denk ik. We gaan ze uitzoeken. En ik ga studenten vragen van wat voor wachtwoord zij hebben. En ja, misschien geven sommigen wel antwoord op wat voor wachtwoord ze hebben. Hey, ik ben hier op het Media College in Amsterdam en ik heb hier een student gevonden. Oh. Ja, en die ga ik vragen om zijn wachtwoord. Wat is jouw wachtwoord? Ja, is dat alles? Dat is alles. Nou, thanks. Doei. Okay. Hebben we nog een student? Hoppa. Hoi. Hoi, wat is jouw wachtwoord? Wow, dat is echt vet lang. Ja. Doei. En jouw wachtwoord? Je hebt geen... Oh, dat is pas al lang wachtwoord. Doei. Nou, dat waren de studenten. Ik niet verwacht dat ze zo makkelijk hun wachtwoord zouden geven. Jij? Hey, dat was toch fijn dat ik van die studenten hun wachtwoord mocht weten. Dat gaf in ieder geval inspiratie. Hoe beter je wachtwoord is, hoe veiliger. En het is ook wel de kunst om al je wachtwoorden te blijven onthouden. Nou, hoe je dat het beste kunt doen en hoe je het beste het wachtwoord kunt checken, dat is op een nieuwe website van de overheid. De website die heet maakhetzenietemakkelijk.nl. Dat gaat over allerlei soorten inbraken, maar onder andere ook internetveiligheid. Nou, op die website maakhetzenietemakkelijk.nl kun je doorklikken naar veiliginternetten.nl. En op veiliginternetten.nl kun je dus gaan checken, is je wachtwoord veilig? Is je apparaat up-to-date? Want zelfs met een veilig wachtwoord, maar een niet up-to-date apparaat, kun je toch je wachtwoord eigenlijk cadeau geven aan iemand anders. En dat gaat sneller dan je denkt. Nou, je klikt op de link of op de knop check de sterkte van je wachtwoord. En het voordeel van dit systeem is dat je je wachtwoord zelf niet hoeft in te voeren. Er zijn er ook wachtwoordcheckers waarbij je wachtwoord wel moet invoeren. En dan kijkt hij aan de hand van de tekens en de lengte van je wachtwoord of die veilig is. Maar ja, je weet nooit op vreemde websites, ook niet zeggen, maar op andere websites wie er meekijkt. En je typt toch je wachtwoord in op een plek waar je wachtwoord eigenlijk helemaal niet voor bedoeld is. Uit hoeveel tekens bestaat je wachtwoord kun je dus op die website checken. Ik had laatst een hele leuke, dat was een zin. Het bestond uit ruim 20 tekens. Nou, dan voeren we dat in en dan zie je dat al aan de lengte van je wachtwoord 20 tekens. Het is best wel een sterk wachtwoord. Nou, we willen het eigenlijk nog veel sterker hebben. Door grote letters, kleine letters, cijfers en speciale tekens te gebruiken. Mijn wachtwoord was dus Earl Grey thee in een verpakking van 40 zakjes voor maar €2,99. Niet zo duur, wel lekkere thee. En er zaten allemaal verschillende tekens in. Earl Grey was bijvoorbeeld met hoofdletters geschreven. Er zaten cijfers in, 40 zakjes. En voor €2,99 het euroteken. En een komma zat er ook nog eens in. Op die website kun je dus aanvinken uit welke tekens jouw wachtwoord bestaat. En heel een beetje voor de hand liggend, als je een van de vinkjes niet aan hebt staan, bijvoorbeeld de speciale tekens, dan krijg je dit. Goed, maar je kunt je wachtwoord nog sterker maken door die speciale tekens te gebruiken. Nou, en zo werkt dat bij de anderen ook. Laten we even kijken wat er gebeurt met hoofdletters. Een wachtwoord zonder hoofdletters is goed, maar hij wordt sterker met hoofdletters. Bedenk je wel, alleen een hoofdletter aan het begin is niet goed genoeg. Probeer ergens in je wachtwoord, of wachtzin eigenlijk, ook namen te gebruiken of bepaalde woorden met het hoofdletter te doen, zodat je daarin afwisselt. Want ook een inbreker weet, een zin begint met een hoofdletter. Nou, niet allemaal, hè. Als je wat langzamer gaat, of langzamer, lager gaat op de website, kun je nog wat meer informatie over wachtwoorden vinden. Maar eigenlijk nog leuker om, leuk is het niet, maar om wat bewuster te worden. Het aantal aanvallen wat per seconde op computers en op inlogsites wordt uitgevoerd. En dat is best wel schrikbarend. Vroeger bestond je wachtwoord uit, vaak alleen maar uit cijfers. Ik weet mijn eerste nog, dat was mijn personeelsnummer.
Ja, en dan hoef je eigenlijk alleen maar een cijfergenerator achter te zetten. En dan heb je zo je wachtwoord. Net zoals met het cijferslot van je koffer. Iedere keer, als het een paar jaar geleden is dat je het gebruikt hebt, dan denk je, oh shit, wat was dat wachtwoord? Of die cijfercode ook weer, begint bij 1 tot en met 999. En dan zul je net zien, is het 3 keer 0. Heb je die niet gehad? Dus geen cijfers, alleen als wachtwoord gebruiken. Maak een zin en maak het ze lekker moeilijk. Ja, dat was het dan weer. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Heb je dat niet? Nou, laat dan wat achter in de comments of mail het practoraat. En we hopen je gauw weer terug te zien bij de volgende vlog. En die zal waarschijnlijk over het practoraat zelf gaan. Maar wat doet dat practoraat nou eigenlijk? Nou, kan je zeggen, alleen maar leuke dingen. Doei!